In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Van de vrouwen hier zijn de vrouwen die hier in de buurt wonen, want die krijgen ook voorrang. Over de afgelopen 4,5 jaar zijn er misschien iets van 100 vrouwen die in totaal bij de Gasperdamtuin hebben getuineerd. En nu zijn we dus met 20 vrouwen hier. En de bedoeling is dus wel om uiteraard steeds verder te groeien en ook om ook kinderen bij te betrekken. Wij zijn met een natuurspeelheuvel, gaat eind van dit jaar komen. Wij willen ook met de scholen uit de buurt gaan samenwerken. Dus het is echt wel dat het als een soort van olievlek vanuit de kracht en de energie die hier ontstaat, dat er veel meer ook in de buurt gaat gebeuren. Vanuit onze missie, groene sociale missie, zou het interessant zijn om aan te sluiten bij dat netwerk. Voor dat stukje kennisuitwisseling, voor dat stukje verbondenheid. Allemaal vanuit dat hoe kunnen wij in ieder geval Stadsdeel Zuidoost een betere, gezonde, groene buurt maken. Eén klein momentje. Milena, can you ask her to... Ja, thank you. Vorig jaar februari zijn we naar deze locatie verhuisd. We zijn ook ietsje groter geworden. We zijn van 86 bedden naar 128 bedden gegaan. Het is vooral ideaal voor mensen die alleen reizen. En de jonge meiden, sowieso vrouwen reizen veel meer alleen nu. Oudere vrouwen krijg ik ook heel veel, die eigenlijk vroeger was het eigenlijk not done. Maar nu zie je dat ze ook alleen gaan reizen. En dan vinden ze het toch fijner om eigenlijk alleen met vrouwen te zijn. Ja. Gaan beginnen. Nou, welkom in de brouwerij Kleiburg. We gaan hier bestaan even bij het beginnen bij het raam. En dat heeft te maken met het feit dat hier best wel een verhaal achter deze brouwerij zit. Wat namelijk begon niet hier, maar met een klooster. Ik ben namelijk 3 jaar geleden nu een klooster begonnen in de flat Kleiburg. In die grote honingraadflat in de K-buurt, vlakbij Karainest. En het klooster wil zoveel zeggen als dat het feit dat we daar wonen met 8 volwassenen en 6 kinderen, als leefgemeenschap. En dat we gastenkamers hebben, een kapel, buurtkamer, dus dat we daar een plek hebben waarbij we eigenlijk het goede voor de buurt willen zoeken. En die gastenkamers, daar vangen we dakloze gezinnen op, dus dat zijn meestal moeders met 1 of 2 kinderen. Nou, dat was mijn droom, zo'n plek creëren. Alleen, er waren best wel veel mensen die zeiden, oh, leuk dat je een klooster gaat beginnen, maar ga je dan ook bier brouwen? En ik zei, nou nee, hoezo? Nou ja, dat is toch logisch, want dat hoort toch bij elkaar, bier en kloosters. Dat is dan een hele lange historie. En dus die vraag, nou ja, maar goed, ik zei, ja, nee, ik hoop dat het klooster lukt. Dat is voor mij mijn droom, zeg maar, dat ik zo'n plek kan creëren daar. Ik dacht toch, het is toch interessant om over na te denken, zou dat niet goed zijn voor het klooster, ook als dat er komt? En bier is een heel andere manier, zeg maar, om met mensen in contact te komen dan een klooster. Dus we zouden ons netwerk eigenlijk kunnen verstevigen doordat we op verschillende plekken verschillende dingen doen. Nou, dat werkt dus ook daadwerkelijk zo. Dus je bent bijvoorbeeld op stadsdeelniveau, zeg maar, ben je nu op allerlei andere lagen ook betrokken. En je kunt deze nooit over de brouwerij praten zonder dat men vraagt van goh, hoe staat het met de gastenkamers. Dus die verhalen zitten zo aan elkaar vast dat het elkaar versterkt. Mooi, hè?
tijdens je ontoer gebeuren vaak heel leuke dingen. Dat mensen met elkaar in contact komen en wisselen informatie en daardoor geactiveerd worden. Zo ben ik dus ook geactiveerd geraakt destijds bij een ontoer. En ik zie dat dat toch iets is wat heel normaal gaat, zonder dat je het opgelegd moet worden. Maar dat je vanuit jezelf actief wordt. En dat is wat ik heel fijn vind aan de Bewonersacademie Ontoer. Oh,